daarvoor. Hoe was je eerste keer seks, Bas? Dat was knoeien. Welke diehard zijn er nu 3 dagen? Dit is een lekker wijf, heet. Geef ze nog even de applaus. Duurt een mannen- of een vrouwenorgasme langer? Voor mijn vrouwenorgasme. Dat is goed, heren. De eerste punt is voor jullie. Had je ook lichamelijk een vrouw willen zijn? Ben man, ik voel me man en af en toe wil ik gewoon even een beetje vrouw spelen. En daarvoor een applaus voor de Dik Kalender. Mensen zijn heel creatief geweest. Zo, dit was dan de Zwarte Cross 2022. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik in ieder geval wel. En hopelijk tot volgend jaar.